In de ophof, het is de day after, een kleine 20 uur na afloop. Wat is er in de tussentijd hier bij het Goffertstadion allemaal gebeurd? Veel gesproken, veel gehuild, veel droevenis en heel veel emotie. En uitzicht dat dan alleen in het huilen of wordt er ook over gepraat? En zo ja, waar wordt er over gepraat? Ja, in de meest verschillende manieren. Weet je, ieder die heeft emotie op zijn manier. De ene is rustig, gaat stil in een hoek zitten. De andere die trapt op een prullenbak in 6 stukken. Iedereen verwerkt dat op zijn manier. En ja, dat is zo divers. Dat is moeilijk om dat hier allemaal te vertellen. Hoe raap je de boel dan weer bij elkaar op zo'n dag? Of is dat dan niet mogelijk? En is er dan ook daardoor weinig over de toekomst gesproken? Is daardoor ook wellicht de persconferentie afgelast? Nou ja, goed, je hoopt natuurlijk altijd soms wat snellere stappen te kunnen maken. Maar je moet gewoon heel reëel zijn dat een degradatie zoveel impact heeft binnen een club. Daarin door allerlei redenen op een gegeven moment je niet tot de gesprekken kunt komen die er noodzakelijk zijn. En de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat de nuance wel dermate neergelegd moet worden. Dat ook de juiste beslissingen genomen worden. En daar heb je soms wat meer tijd voor nodig. Hoeveel tijd denk je daar precies voor nodig te hebben? Ja, dat is moeilijk om dat in dagen neer te zetten. Maar goed, zo'n eerste week is natuurlijk wel heel essentieel. En dus die zullen we daar ook voor gebruiken. En vervolgens nou ja, in ieder geval de richting aangeven. En wordt er in die week dus alleen de richting aangegeven? Of wordt er ook bepaald hoe het financieel en ook in personeel opzicht allemaal moet gaan lopen? Daar gaat enorm een stuk in zitten, ja. Dat er absoluut al richting het financiële en ook qua personeel. Ja. En hoop je dan voor het zomerreces, ik noem het maar even zo, klaar te zijn? Of tilt dat zich ook over wellicht dat reces heen en richting het begin van het seizoen? Wanneer is bijvoorbeeld het team klaar? Daar is bijna nu nog geen zinnig woord over te zeggen. Omdat we volop in de situatie zitten dat er gesprekken plaatsvinden met de huidige selectie. En met wie of met wat we verder gaan. En vervolgens moet je gewoon ook kijken naar de realiteit, naar de mogelijkheden. Dus ja, daar is het op dit moment nog veel te vroeg voor om daar precies een antwoord op te geven. Deze degradatie is verschrikkelijk voor Nijmegen, voor de club. Dit is misschien een hele wrange vraag, maar wie is hier dan schuldig aan? Dat is natuurlijk de vraag die bij iedereen als eerste opkomt. Ja, in principe een ieder die het betreft. Dat is, en dat is voor mij ook. Dus daar moet je ook niet voor weglopen. En dat iets er niet gebeurt over één nacht, dat is ook duidelijk. Maar uiteindelijk, als je een bepaalde functie vervult, dan ben je ook verantwoordelijk voor die functie. Dus daar moet je ook niet voor weglopen. En als je daar niet voor wegloopt, wat zijn dan daar de consequenties die een directeur technische zaken in dit geval voor u, wat zijn de consequenties daarvoor? Nou, de consequenties is eerst om de heel korte termijn waar we nu mee bezig zijn, onder andere met Bart. Dus om de boel op poten te zetten en weer klaar te krijgen voor de nieuwe uitdaging. En vervolgens dan, als het dan over mijn persoon is, als dat gebeurd is, ja, dan is het dan de Raad van Commissarissen en de gesprekken die we daarin voeren over hetgene wat men vindt dat er moet gebeuren. Ja goed, en daar moet je gewoon eerlijk en open in zijn, dus dat is niet zo moeilijk. U zegt de Raad van Commissarissen, dus dat houdt in dat u zelf niet zegt ik hou de eer aan mezelf en ik stop, want ik vind dat ik zelf in dat opzicht niet mijn werk goed heb gedaan. Nou, je moet wel kritisch ook naar jezelf zijn. Je moet heel goed de spiegel voor gaan houden waar het goed of niet goed is gegaan. Je moet ook realist zijn van wat waren de mogelijkheden of niet. Nou, en daar moet je gewoon een transparant eerlijk verhaal in hebben. En dat ga je dan ook met een raad van commissarissen, onder andere ga je dat bespreken. Ja, en wat de uitkomst daarvan is, dat zien we dan wel. Eerst gewoon de eerlijkheid en de zorgvuldigheid. Wat vindt u zelf van het afgelopen seizoen wellicht? Ik denk dat u dat wel in uw hoofd al een beetje gedaan heeft, evalueren. Wat vindt u van uzelf de grootste misser die is gemaakt, van u persoonlijk? Ja, ik weet niet of het een grootste misser is. Uiteindelijk kom je in een situatie die al langer liep. Je probeert daar op een gegeven moment een richting aan te geven. Je probeert iets te kenteren, te veranderen. Ja, om dan te zeggen één ding eruit pikken en zeggen, nou daar heeft het aan gelegen. Vaak in de tijden zoals het nu gaat, dan zijn het verschillende dingen die tot iets komen. En dan is het gewoon moeilijk om te zeggen van, het ligt alleen hieraan. Nee, meestal de wet van Murphy. Dan wil ik één ding zelf proberen in te brengen. Dat is dan het aankoopbeleid, de spelers die zijn gekomen. Is het achteraf voor u wel een conclusie dat die aankopen niet gebracht hebben wat ze hadden moeten brengen? Nou, je hoopt altijd dat het het maximale brengt op het moment dat je spelers binnenhaalt. We weten uit ervaring dat dat een risico aan zit. Er zijn meer spelers die in het eerste jaar altijd problemen hebben bij een nieuwe club. Dat is niet alleen bij ons, dat is bij anderen ook.
Aan de andere kant was niets doen was ook geen optie. Dus je probeert dan binnen de mogelijkheden die er zijn en die spelers die vrij zijn enzovoort, probeer je daar het maximale en het beste in uit te halen. Dat je 100% zekerheid krijg je nooit. Maar nogmaals, je moet wel iets durven. Ja. En als het dan achteraf tegenvalt, ja, dan is het mijn schuld. Dan is het dus, klinkt een beetje uit de woorden, misgegokt. Ja, het is niet alleen een gok, want het heeft namelijk met meer dingen van doen. Je hebt te maken met individuele kwaliteiten van spelers, maar je hebt ook met een team te maken. En dat moet ook kloppen. En het is natuurlijk niet alleen een speler die erin of bij komt die dan bepalend is. Vaak heeft het met meer dingen binnen een team te maken. En nou goed, dat hebben we ook gezien. En ik denk dat we in het mentale vlak natuurlijk toch wel wat kortgeschoten zijn. Tot slot, wat zou u de supporters willen vertellen die vanavond kijken? Ja, weet je, het is voor iedereen in en in triest wat er gebeurd is. En het enige wat we kunnen doen op dit moment is zorg dragen dat we de schouders eronder zetten om zo snel mogelijk terug te komen naar de Eredivisie. Dat lijkt me duidelijk. En ja, op dit moment denk ik heerst bij iedereen pure emotie en teleurstelling. Ja, en dat zullen we eerst een plaats moeten geven. En dan met vereende krachten weer de kop en kijken dat we een goede toekomst tegemoet gaan. Maar dat dit nog wel even zeer doet, dat is ontegenzeggelijk. Want het is ook een drama, laten we eerlijk zijn. En die vereende krachten, hoort daar ook Anton Jansen wat u betreft volgend jaar nog bij? Verdient hij nog een kans? Daar hoort wat dat betreft Anton Jansen nog bij, ja. Dank u wel. Dank je wel.